Helle van der Rijden, hoe gaat het met jou? Goed, het is een drukke periode, maar ik ben blij dat we vandaag even kunnen ontspannen en naar het theater kunnen gaan. Ja. Ja, want jij bent nog altijd bezig met Charlie, denk ik, de kinderen. Of doe je die nog, de kinderen van Charlie, of zijn die nu afgerond? Ja, ik heb de kinderen gecoacht, maar omdat ik nu zelf begonnen ben met Robin Hood terug en met de Winterrevue, heb ik de coaching doorgegeven aan Ellen Dillis. Maar ja, mijn vent zit natuurlijk heel dicht bij Charlie, dus ik hoor nog wel elke avond alles wat er daar aan het gebeuren is, zodat ik toch ook nog wel daar een beetje hoor wat er daar aan de gang is. Ja. En je bent ook binnenkort te zien in Legally Blonde? Ja, zeker. Het is allemaal wel wat kort na elkaar. Want tijdens de shows van de Winterrevue beginnen we al mee repeteren voor Legally Blonde. En dat wordt toch wel echt een klepper van formaat, denk ik. Het gaat super hard werken zijn voor mij, vocaal en dansen. Maar het gaat wel heel cool worden, denk ik. Ja, het gaat echt tof worden. Want je spreekt nu wel over theater, maar eindelijk, nu, binnenkort, gaan we jou zien in het 24e seizoen van De Kotmadam. Ja, vanavond de eerste aflevering op tv op VTM. Dus allemaal kijken naar De Kotmadam. Dat heeft even geduurd, hè? Ja, wel, want ik denk dat die opnames deze seizoen, want er is nog een seizoen dat komt, al 3 of 4 jaar geleden is. Dus mensen, ik heb toen nog kort haar. Als mensen mij nu in het echt gaan zien, gaan die denken, oei, die is oud geworden. Nee, maar ja, ik ben wel heel blij dat die afleveringen op tv komen. Ik herinner me er zelf al niks meer van, dus ik ga zelf ook nog eens kijken.